bij het volgende deel van het openingsconcert Culemborg bijvoorbeeld, de 25e editie. Inmiddels, zoals u heeft kunnen zien, is opgesteld Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes. Dit jaar 125 jaar de harmonie. Afgelopen jaar beste amateurharmonieorkest van Nederland. Kleine wijziging met het spoorboekje als u dat bij zich heeft. Daarin staat dat dirigent Hein Franse er vanavond ook zou zijn. Die is er helaas niet. Dat is afgelopen week een kleine ingreep. Wij hebben vanavond Arjan Gaasbeek de hele avond voor het orkest. We gaan eerst een programma brengen van ongeveer 3 kwartier met allerlei bekende, misschien voor een aantal ook minder bekende stukken. Een hele diversiteit in de symfonische blaasmuziek. We gaan zo dadelijk beginnen met Highland Cathedral. De melodie uit een hele bekende Hymn of the Highlands van Philip Spark. Dames en heren, Koninklijke Harmonie, Pieter Aafjes, onder leiding van Arjan Gaasbeek. En van Schotland gaan we naar Italië. Rossini schreef in begin 1800 de opera La Cazza Ladra. De stelende ekster, zullen de meesten van jullie weten. Het gaat over een mooie dame, Ninetta. En zij hoopt te trouwen met een soldaat die uit de oorlog terugkomt. In haar dorp teruggekomen wil ze haar vader, een deserteur, onderdak verlenen. En de burgemeester maakt avances naar haar. Een lastige situatie. Zeker als op een gegeven moment zelfs in een dorp
een zilveren lepel verdwijnt. Ninetta lijkt schuldig bevonden te worden van het stelen van een zilveren lepel. En uiteindelijk wordt ze ook ter dood veroordeeld. Op het laatste moment wordt zij vrijgesproken. Want men komt erachter, het was niet iemand, maar het was een ekster. Een stelende ekster. We'll be right back.
een heel welverdiend applaus. Schitterend. Wat een krachten. Van Italië gaan wij door naar Spanje. Naar de Spaanse arena. Zo dadelijk zal Ton Wolfenbüttel op trompet de Toreadoren de arena binnen laten komen. Jack van Zijl vanavond hoor ik. Last minute info. Mevrouw, het is net een echte wereld. Hartstikke goed, Mari. Jack, dan ga jij ons meenemen in de Spaanse arena. Ik zou zeggen, zet hem op. Koninklijke Harmony, Piet Raafjes, Arjan Gaasbeek, Jack van Zijl. Thank you.
luisterde naar een stuk van Luis Serrano Alarcón, El Torico de la Guarda. Wij gaan door en we blijven in Spanje. Als je maar vlot uitspreekt, dan klinkt het altijd goed. La leyenda del beso, de legende van de kus. We blijven in de Spaanse sfeer met een symfonische suite van componist Reveriano Sutulo. Het werk is al eerder gespeeld op Piedrafjes bij een jubileumconcert en daar werd het enorm goed ontvangen. Geef ze er van langs, Arjan. Thank you.
Dank jullie wel. Van de warme Spaanse klanken gaan wij naar Scandinavië, Noorwegen. De componist Johannes Hansen schreef een concertmars, de Valdresmars.
gaan naar een iets bekendere componist. Deze componist schreef geweldige dansen, symfonieën en heeft ook een zeer bekende jazzsuite geschreven. Op dit moment gaan we luisteren naar een korte dans van Dmitri Shostakovich. Bijzonder aan dit korte stuk muziek is dat het orkest moet laten zien hoe een virtuoosheid in elkaar zit. Top, top. Modest Mussorgsky bezocht in 1874, 1873 een tentoonstelling van meneer Hartman. Hij werd geïnspireerd door die tentoonstelling. Hij schreef 16 werken, wat resulteerde in de schilderijen tentoonstelling. Het laatste werk, De Grote Poort van Kiev. Inderdaad een afbeelding van een enorm grote poort. Als die ooit gebouwd zou worden, zou het zeker niet zijn blijven staan. Modest Mussorgsky gebruikt de Russische trots, grootsheid. Het is een veelheid aan klanken. Een imposant stuk. Dames en heren, Modest Mussorgsky, schilderij en tentoonstelling, Poort van Kiev, onder leiding van Arjan Gaasbeek, harmonie Pieter Aafjes.
Wat een geweld. Een applaus. Koninklijke Harmonie, Piet Raafjes. APPLAUS